Een huis kopen is niet meer zo makkelijk als het was. Woningen staan lang te koop en moeten vaak met verlies verkocht worden. Hoe halen we de huizenmarkt in Nederland weer uit het slop? Moet de nieuwe coalitie de hypotheekrenteaftrek nou aanpakken of juist niet? En veel mensen willen wel kopen, maar het lukt ze niet. Zoals ook Frank van Gulik. Nou, ik doe al 3,5 jaar ben ik werkzaam als fysiotherapeut. Schitterend vak. Je behandelt toch mensen met vrij ernstige dingen. Na mijn werkzaamheden zit ik regelmatig nog op Funda en ben ik op zoek naar een koopwoning. Momenteel huur ik een appartement in de particuliere woonsector voor een dermate hoog bedrag waar ik ook makkelijk een hypotheek voor kan aflossen. Daarom wil ik heel graag gaan kopen in plaats van te blijven huren en dat geld eigenlijk te zien verdampen. Hoi. Goedemiddag. Hallo. Hoi. François van Memmels, straatmakelaars. Hoi. Ik wil even kijken bij de Potgietstraat. Ja, ja, zeker. Ik betaal nu €820 inclusief. Dat is vrij veel. Mijn frustratie zit in het feit dat de banken een aantal jaren geleden en daarvoor gewoon ruimschoots voldoende hypotheek verschaften aan mensen. En dat nu zeg maar dusdanig gekort hebben dat ik uiteindelijk in de pinarie zit met het kopen van nieuwe woning. Het zuiden gelegen. Dat betekent dat de zon daarop komt. Smiddag staat hij recht op de achtergevel. En s'avonds gaat hij, zoals je ziet, op de westkant onder. Mm-hmm. Wat vond je van het huis? Ja, super. Het is een eenvoudig klein huis, maar het is prima voor een starter, ja. Zou je willen wonen? Ja, zeker. Wat is de vraagprijs? 152,5. Ja, dat is aan de krappe kant. Dat kun jij niet betalen? Dat kan ik met mijn hypotheek die ik momenteel kan krijgen niet betalen, nee. Nou, toen mijn ouders 20 waren, die konden kopen. Vrienden van mij die een paar jaren geleden een huis kochten, die konden kopen. Dat was een goede investering toen de tijd in een huis. Nu ben ik aan de beurt, wil ik graag een hypotheek. En is dat dermate laag dat ik in feite echt een heel klein huisje daarvoor kan krijgen. En dat vind ik niet eerlijk.